Goedemiddag, mijn naam is Aard, vraagstuk hier. Fame. Elk moment van x valt 2 maal af naar van x plus 1 kleiner dan x is. Of is a alleen positieve en geen negatieve getallen? Of zo heeft die verzameling een negatieve maar geen positieve? Of bij allebei positief en negatief, of alleen maar lege verzameling? We gaan doen voor drie stappen. Ofwel x groter dan 0, ofwel x kleiner dan 0, ofwel x gelijk aan 0. Als x groter dan 0 is, ja, dan is de afname van x gelijk aan x. Ja, als voorbeeld kun je nemen, de afname van 7 is gewoon 7. Dat betekent dat je het vervangen door 2x plus 1 kleiner dan x. Ja, oftewel, ben je iets naar de andere kant, krijg je 2x min x moet kleiner zijn dan min 1. Ja, oftewel, x kleiner dan min 1 kan niet, want x was een positief getal, kan niet. Als x kleiner dan 0 is, ja, dan is de afname van x gelijk aan min x. Ja, dan krijg je in feite de vergelijking min 2x plus 1 moet kleiner dan x zijn. Dan breng je de x naar de andere kant, krijg je min 2x min x is kleiner dan min 1. Dus min 2x min x is kleiner dan 1. Min 3 is kleiner dan 1. Oftewel, x is groter dan 1 derde. Wordt omgedraaid. En x is negatief, kan ook niet. Laat dan mogelijk, x is 0. Ja, dan 2 maal 0 plus 1 is kleiner dan 0, kan niet. Dan heb je geen enkele oplossing. V is de lege verzameling, antwoord T. Dus dank voor de aandacht, de volgende keer. Bye bye.